Hallo, wat leuk dat je je tijd wilt verdoen met iDoor TV. iDoor TV is een televisionisch magazine. Dat wil zeggen dat wij een potpourri aan Dordtse filmpjes voor je klaar hebben staan. Iedereen kan en mag meedoen. En dat maakt het wel zo leuk. Hoi, ik ben Joyce en je kijkt naar Rody. Vandaag ben ik in Bonfire. Naast mij zit Willemijn van de band Willow May. Kan je wat vertellen over jullie band? Ja, dat kan ik. Wat wil je weten? Wat voor muziek maken jullie zo? Wij maken pop-folk muziek met invloeden van jazz en country. Waar gaan jullie liedjes over? Allemaal over de liefde. Over alle facetten van de liefde. En ook het verliezen van liefde. En het kan alle kanten opgaan. Maar voornamelijk is de bedoeling wel dat ik mensen inspireer om te genieten van de liefde. En daar ook weer te durven liefhebben. Ja. Hoe gaat het met jou in de liefde? Met mij in de liefde gaat het heel goed. Ja, ik heb een baby in mijn buik zelfs, dus dat is echt wel iets. Nee, ik ben heel gelukkig in de liefde. Dat is ook een grote inspiratiebron natuurlijk, om over liefde die goed gaat te kunnen schrijven. Ja. Is het niet heel persoonlijk dan, om al die liedjes dan te zingen wat eigenlijk van je eigen levenservaring komt? Jawel, dat is het wel. Ja, dat is het wel. Het is inderdaad heel kwetsbaar, omdat veel mensen hebben ook... Ja, die willen graag ook horen over liefde die niet fijn is. En daar kunnen ze lekker bij huilen. En ja, dat gaat het bij mij niet over. Dus dat maakt het wel kwetsbaar, ja. Klopt. Heb jij ook wat te zeggen over Dordrecht? Kom dan bij iDord. Heb je een vloeiende pen, een oververhitte filmcamera of ben je een regeltante? Je kunt het allemaal bij ons kwijt. Of je nu je gal wilt spugen over misstanden in de stad of juist wilt juichen over de mooie kanten van Dordt. Iedere week iets te zeggen hebt of alleen tijdens de verkiezingen. Heet je Sjoes of juist Jimmy? Meld je gewoon aan op iDord.nl. Ernstig mooie luchten. Hier sta ik starende naar jullie als bewonderjongen. Weet dat ik jullie overal zie, door vele merels bezongen. Alsof het geen moeite kost hoe de ochtend wordt geboren met de zon in jullie rug.
achterstevoren hangen jullie, ondersteboven, ernstig mooi als inspiratie voor mijn kunsten te zijn. Met wolken flarden als dierenfiguren, blauwbekken staan jullie op in vroege uren. Soms is het zwart tegen wit, een grijs of ijzige mist die jullie van mijn netvlies trachten onttrekken. Maar ik wacht dan geduldig op jullie ernstig herrijzen. Jullie laten je niet door misten kisten of bedwingen. En hoe de dag wordt gesloten met dat felle palet. Iedere dag weer opstaan, dat trucje doen en slapen. Slapen gaan mensen die zich vergapen aan jullie wolken varen. Laat mij me staren als mens, ik kan overal in staren. Soms sluipt een streep kerosine door jullie compositie. Als vluchtig obstakel achter een blikje vol mensen. Boven de stad hangend, maar dat vagen jullie weg. Met een trage, edoch resolute mystiek van verdwijnen. Tussen oranje, rode gordijnen naar een roze gloed. Weer terug in de hoge hoed. Tot weer het verschijnen als konijn boven mijn huis. Als mat van welkom thuis. Wat ga je allemaal doen, directeur? Even mijn bier klaarleggen. Oh. Voor volgende week. Wat is er dan? Wandtijd pop. Oh. Dus ik ga nu even het bier verstoppen. Je mag tegenwoordig geen bier meer meenemen. De Bosch is in met Marco. Maar waar gaan we het verstoppen? Hier. Hier? Ja. Allemaal? Nee, niet allemaal. Ik heb 6 sixpacks. 6 sixpacks? Nou, 1 hier. 1 hier? En dan, misschien nog eentje bij bij de kinderboerderij? Bij de kinderboerderij. Weet je dat, de hertjes? Ja, bij de hertjes. Eentje in het gras? Ja, kan ook. Eentje in het water? Eentje onder het water. Als ze maar niet gaan graven voordat de wandtijd pop. Ja, de tips die maak ik ook pas zaterdag bekend. Oké. Via Twitter, Facebook. Lijkt wel een zwerver. Dan vertel ik pas waar het bier te vinden is. Ja. Zeg je nou, lijkt wel een zwerver. Ja. Een tas vol bier en... Heb je een mooie plek? Duct tape bier. Lekker. Nou, moeten we even onthouden waar we nou precies zijn, want anders kunnen we hem zelf niet meer terugvinden. Ja, precies. Nou, dat is één. Ja, toch? Helemaal witte gimpedalen onder. Ik moet nog maar een gay pride aan. Oké, volgende. Next. Tip 1. 1. 1. In de bosjes. Waar is het? Ah, hier daar. Is het. Ik sta erop. Help. Ja. Je krijgt een beetje associatie met misdaad en zo. Ja. Op een of andere manier. Ik voel me ook wel heel... Ook met foute oorlogsdingen en zo. Ja, even een holledertje doen, ja. Een holledertje. Hé, hey, steek er een lekker. Ik steek er een biertje lekker. Lompe koe. Ja, dit is een...
Godverdomme. Dit is een 5-pack geworden. Dit is een 5-pack. Ja, dat is een mooi rijtje. We zouden hem ook in stoppen. Zit hier echt 6-pack vol met bier. Kom hier een klap bier tegen. Dat zou het zijn. We hebben nog 2 6-packs over. Nog 2 te gaan. Even een fotootje van maken, zodat we als tip deze kunnen geven. Het is een prachtige boom hier trouwens. Ja toch? Zou hem nog iets dieper, ja. Iets dieper begraven dat jou was. Ja, wacht even. Die deed even nep. Die is nep? Oh. Ja, dit is even voor de film. Die mag je gewoon in de film zetten. Oh. En dan... Sixpack nummer 6. Heel goed. Ik heb nou wel trek in een biertje, Marco. Ja, alsjeblieft. Oh, ah, oh lekker. Je hebt er een biertje over. Ja, het is het geheime 7e sixpack. Ah, dus het op wandtap op. 1, 2. Oh, ik zit er helemaal onder gelijk. Op wandtap op. Peter, proost. Marco, proost. Ja. Veel plezier met het bier. Veel plezier kijkers. Met het bier. Kijkers, zoeken. Zaterdag krijg je de eerste tips via Twitter, via de site iDirt. We zullen fotootjes sturen. Deze hier is vrij makkelijk, kan ik je wel zeggen. We hebben daar nog eentje die vrij makkelijk is. Er zijn er 4 die zijn wat moeilijker, maar we geven tips, dus het komt helemaal goed. Wij gaan even een biertje drinken. My friends, my mama loves me, but it's not enough. I want it to be more than I could bear. Oh, I'm just one star. Born of grace, and soon to die. But if I can just learn how to love, then I could live. Oh.
Dit was iDoorTV voor deze week. Voor meer onwetenswaardig nieuws en andere zaken die SBS Show Nieuws niet hebben gehaald, ga je natuurlijk naar www.idoort.nl. Hey, doei!